niet naar de boekenstal? Ik heb met Michiel afgesproken dat ik wat later kom. Om met mij koffie te drinken? Ja. Dan vrees ik dat daar een reden voor is. Ja. Wij moeten praten. Het gaat om Klaartje. Die is zwanger. Doe niet zo flauw. Ik heb hier lang over nagedacht en het zou wel eens pijnlijk kunnen zijn. Voor jou. Maar we moeten het er toch over hebben. Waarover jij? Als Klaartje de babytje krijgt, dan kan ze onmogelijk op dat kleine zolderkamertje blijven wonen. Dan moet ze verhuizen. Dat kan dat kind niet betalen. Ze heeft geen baan, geen inkomen. Dat had ze dan moeten bedenken voor ze bewust een kindje nam van Tommy. Gedane zaken, moeder. Maar ik denk dat ik een oplossing weet. En dat heeft met mij te maken? Met jouw kamer. Mijn kamer? Ja, als jullie nou eens ruilen, hè? Dan krijgt Klaartje jouw kamer. Dan heeft ze genoeg ruimte voor een kinderledikantje, voor een box. En dan maken wij voor jou van Klaartjes kamer een gezellige zitslaapkamer. Nou, waarom dump je me niet meteen in de Olijfhof? Ik wil je toch helemaal niet dumpen? Ik vraag alleen maar of jij bereid bent om iets in te leveren. Inleveren? Je vraagt me dat op te geven wat ik mijn leven lang gehad heb. Vroeger was dit hele huis van mij. En nu moet ik mijn oude dag slijten op een zolderkamertje. Ja, nou ja, het spijt me, maar we moeten toch wat? Waarom lever jij je kamer niet in? Ach, moeder, dat kan toch niet? Waar zitten we als we bij elkaar zijn? Waar zitten we als er bezoek is? In mijn kamer. Ik heb ook wel eens bezoek. Nauwelijks, moeder, omdat je met iedereen ruzie maakt. Een eigen dochter die de poot onder mijn eigen stoel vandaan zag. Waarom gooi je me niet als een oude bezem in de schuur? Ook een idee. En toen, moeder, doe het toch niet zo onzinnig. Laat me. Vergeet maar dat ik het gevraagd heb. Hier is je koffie. Nee, ik hoef niet meer. Waarom moet ik nou mee? Wat moeten we bij het berghof? Dit is geen berghof, liefje. Dit is een tuinhuis. Pardon? Ja, stel nou eens dat we dit tuinhuis gaan opknappen. En het omtoveren in een klein paleisje voor jou en je baby. Hè? Helemaal alleen voor jou. Ja, als dat babytje geboren is, dan kan je niet meer wonen in het zolderkamertje, lieve. Ja, maar ik heb de rest van het huis toch? Op mijn kamer slaap ik alleen maar. Oh ja, maar je wilt toch een beetje privacy. En zo'n babytje huilt veel. Dus ik moet het huis uit vanwege een huilende baby? Nee, liefje. Ik wil dat jij je eigen bedoeningtje krijgt. Nou, ik dacht dat jij gat in de lucht zou springen. Voor deze oude zooi? Nou, daar kan je hier heel wat van maken. Nee, het kost handen voor geld. Heb ik. Dat geld voor mijn oude dag, dat gebruik ik graag om jou een beetje vrijheid te geven. Misschien is het toch niet zo'n gek idee, hè? Weet mam hiervan? Nou, ik heb het uit het raam met je moeder besproken. Wat lief. Dus, schatje, voor jou is het beste nog niet goed genoeg. Ja, ja. Goedemiddag. Tommy, jou moet ik net hebben. Oh, ik kwam alleen voor een boterham. Oh, hier. Ga zitten. Jij bent erg handig, heb ik begrepen. Ja, ik kan goed met naald en schaar overweg, als u dat bedoelt. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel verbouwen. Timmeren, schilderen, behangen. Nou ja, ik heb twee rechterhanden, zeggen ze dan. Wij gaan het tuinhuis opknappen. Wij? Jij en ik. Jij doet het werk, ik betaal de materialen. Oh? En wie betaalt mij dan? Nee, mam, want je doet het voor Klaartje, begrijp je? Voor Klaartje? Wij gaan het tuinhuis omtoveren tot een klein paradijsje voor Klaartje en haar kindje. En aangezien jij alles met dat kindje te maken hebt, doe je het uiteindelijk voor jezelf. Is dat niet veel te klein voor 3 personen? 3 personen? Mm-hmm. Klaartje en ik denken er over om toch te gaan samenwonen. En jullie hokken. Ze ontmoeten nooit een echte man. Oh, dank u wel. Ja, er is in het leven toch wel meer dan alleen seks, mevrouw Asselberg. Klaartje en ik zijn hele goede vrienden. En dat kunnen de meeste getrouwde mensen niet zeggen. Ja, ja. Maar ik kan toch op jou rekenen wat betreft dat verbouwen? Ja. Ik weet het niet, hoor. Het is wel heel veel werk. En ja, ik denk dat ik het niet allemaal kan in mijn eentje. Ja, ja. Jij hebt een maatje nodig. Goedemiddag. Frederik,
Jet is even boodschappen doen. Oh, dat treft. Want ik moet jou even alleen spreken. Mij? Ja, ga zitten. Jij zei laatst toch dat jij het leuk zou vinden om een soort van vader te zijn voor het kindje van Klaartje. Ja. Dan kan jij morgen beginnen. Wat bedoel je? Nou, we gaan het tuinhuis verbouwen. Nou, de bedoeling is dat Klaartje een bedoelingje krijgt helemaal alleen voor zichzelf en haar kindje. En daar kan jij voor zorgen. Hoe dan? Om door te helpen met de verbouwing. Frederik, ik ben toch helemaal niet handig. Het hoeft helemaal niet. Tommy heeft de leiding. En Tommy kan alles, zoals we weten. En jij hoeft alleen maar te doen wat hij je opdraagt. Nou, ik weet niet hoor. Nou, ik dacht dat jij gesteld was op Tom. Nou, ik vind hem heel... Ja, maar wat heeft dat nou mee te maken? Niets, alleen als je zo aan het behangen bent en aan het schilderen bent... dan kun je een beetje dichter bij elkaar komen. En wat vindt Klaartje van dit idee? Klaartje, prachtig. En Jet? Oh, ze lang blij dat ik het allemaal opknap. Oh, Michiel, niet over praten hoor, nog. Ik wil dat het een verrassing is. Michiel? Ja? Waarom zijn we gesloten? We zijn niet gesloten. Oh, nou, dan moet je het bordje wel omdraaien. Dag, moeder. Dag, Jet. Kwam jij zomaar langs? Ja. Nee. Hoe vind je dat bespottelijke plan van Tommy en Klaartje om te gaan hokken? Ja, moeder, ze kunnen natuurlijk onmogelijk hokken met z'n drietjes, hè, op dat kleine zolderkamertje. Ze wordt natuurlijk dood ongelukkig met z'n... Nou ja, je weet wel. Daar moeten wij vanavond even over praten. Vanavond niet, moeder. Vanavond komt Pieter Bekenstein eten. Kom, Pieter, wat ja. Gezellig. Ja, mijn dochter is op vrijersvoeten, Michiel. Moeder zijn, oh, is alleen maar zorgen. Straks gaat Jet ook nog hokken. En wat dan nog? Hij is vrijgezel, hij heeft een goede baan, hij is hetero. Dan kom je bijna niet meer tegen tegenwoordig. Jij zult er wel verstand van hebben, Michiel. Ik kan dus op jou rekenen. Ik zal het met Tommy overleggen. Wat? Wat? Dat is iets tussen Michiel en mij en Tommy. Fijn dat jij even helpt, moeder. Och, liever. Ik ben er toch altijd voor jou als jij mij nodig hebt? Ja, ja. Zeg, zal ik het mooie servies maar nemen met het oog op de liefde? Nee, hoor, moeder. Het alledaagse is mooi genoeg. Ik geloof dat jij het goed te pakken hebt van die Pieter Bekenstein. Ja. Maar dat gaan wij dit keer niet van de daken schreeuwen. Ik ben van plan om het deze keer heel, heel rustig aan te pakken. Nou, dat vind ik dan heel, heel verstandig. Lieverd, ik gun jou toch alle geluk van de wereld. Ach, moeder. Je zult mij nog missen als ik zit te kwijnen in de Olijfhof. Oh, maar dat gebeurt toch helemaal niet? Jij laat dat hok in de tuin toch opknappen? Tuinhuis. Omi? Ik heb er nog eens over nagedacht. Ik vind het een fantastisch idee. Jullie zijn schatten. Mam? Ja. Jij ook bedankt. Waarvoor? Waarvoor word ik bedankt? Dat weet jij best. Daar heb het straks wel over. Wist jij er niks van dan? Ze wist het natuurlijk wel. Je moeder is een beetje in de bonen. Vlinders in haar buik. Pieter Bekenstein komt eten. Oh, leuk. Ja. En ook te gek van Tommy, hè, dat hij dat allemaal voor me gaat doen. Ja. Ja, en Michiel? Ja. Lief, hè? Je hebt het weer lekker voor elkaar, hè, moeder? Nou, het is heel goed dat Klaartje haar eigen bedoelingje krijgt. En de jongens gaan er iets prachtigs van maken. Michiel heeft twee linkerhanden. Ja, maar Tommy heeft twee rechterhanden. Dus samen komt dat prima voor elkaar. Heerlijk gegeten, Jet. Dank je. Maar ik ben wel blij dat we even met z'n tweeën zijn. Ja. Jouw moeder is wel zeer aanwezig. Dat is het understatement van het jaar. Hoe is het met Klaartje? Ze was zo stil aan tafel. Schrijft ze nog wel? Gedichten bedoel je? Ja. Nee. Ik denk dat ze veel te veel in beslag genomen wordt door... Nou ja, de baby, Tommy. Gaat ze met hem trouwen? Nee, samenwonen. Ja, ik mag het eigenlijk helemaal niet zeggen... maar ik geloof nooit dat ze zo gelukkig wordt. Kom zeg, je bent moeder... En je ziet het niet zo zitten dat je dochter met een homo gaat samenwonen. Dat is toch normaal? Nou, laat je het me niet horen.
Waar gaan ze van leven? Ja, ja, dat is de grote vraag. Tommy die zit nog op de modeacademie en Klaartje heeft nog maar één dichtbundel gepubliceerd. Ja, neem mij niet kwalijk dat ik zomaar kom binnenvallen. Dat is niet mijn gewoonte, Pieter, maar ik moet even met mijn dochter praten. Zal ik even weggaan? Nee, ben je gek. Je bent nu van de familie, toch? Moeder. Wij moeten iets doen aan dat hokken van Klaartje. Als je er wat van zegt, dan doet ze het juist. Ja, waar moeten ze van leven? Dat vroeg ik ook al. Oh, zie je? Ik ben niet de enige die zich ongerust maakt. Klaartje zou een baan moeten hebben. Ben ik het volkomen mee eens. Oh, en wie past er dan op de baby? Ik niet. Nou, ik ook niet. Ze zou iets om handen moeten hebben wat ze thuis kan doen. Gedichten schrijven? Ja, Pieter, neem me niet kwalijk. Jij moet er uitgeven, maar die versjes zijn geen vetbond. Wij geven sinds een half jaar ook het tijdschrift Vrouw Zijn uit. Misschien dat Klaartje een column zou kunnen schrijven. Wat een fantastisch idee! Klaartje, moeder! Moeder, wat doe je nou? Spijkers met koppen slaan, liever. Had jij veel meer moeten doen in het leven. Is er nog koffie? Schuift dat nog wat, zo'n column? Dat zou ik niet precies kunnen zeggen, maar het is een weekblad. U had mij geroepen, mevrouw Asselberg? Pieter heeft jou een voorstel te doen. En ik zou het meteen toehappen als ik jou was. Nou, voorstel. Het is eigenlijk meer een idee. En ik moet het natuurlijk nog overleggen. Waar gaat het over? Nou... Pieter wil dat jij wekelijks een column schrijft... voor zijn nieuwe tijdschrift Vrouw Zijn. Oh ja? Wat geweldig. Ja, precies. En dan kan jij alles wat jij denkt en voelt... als zwangere, ongehuwde jonge vrouw... met een ongewisse toekomst in die column stoppen. En dan krijg je nog een aardig centje ook. Ja, maar... En natuurlijk kun je schrijverschap wat aanscherpen. En waarom schrijf je niet een versje aan het eind van elke column? Heb je na een jaar heb je een bundel? En dan snijdt het mes aan twee kanten. Wat zeg jij, Pieter? Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Ja, jongen. Aanwezig. Zeer aanwezig. Ik ben eigenlijk wel een beetje jaloers op je. Waarom? Nou, ik had zelf ook wel een kind gewild, maar het is er nooit van gekomen. Ja, het is ons min of meer overkomen. Maar we zijn er wel heel erg blij mee. Maar is het niet een enorme verantwoordelijkheid? Nou, daar probeer ik maar niet te veel over na te denken. Oh. Nou ja, als jullie me nodig hebben, dan... Dat is lief van je. Mijn benen een stuk. Ik zal even een nieuwe baan afknippen. Oh, sorry, dat had ik niet moeten zeggen. Hè? Nee. Ja, weet je, ik begrijp gewoon niet waarom je nou eigenlijk met Klaartje wil gaan samenwonen. Klaartje en ik zijn elkaars beste maatjes. Ja, maar dat is toch niet voldoende? Als je nou eens een hele leuke vriend tegen het lijf loopt. Oh, daar geloof ik niet in, hoor. Het homo-milieu is zo oppervlakkig. Nou, toch kan het gebeuren dat je de liefde van je leven ontmoet... en dan ben je, ja, ben je aan het samenwonen met een vrouw. Je zult ook wel gelijk hebben, maar... Klaartje en ik hebben het nou eenmaal afgesproken. Nou, jullie moeten eens praten. Doe je dat? Ja, dat zal ik doen. Koffie. Frederik, ja, dit is niet wat je denkt. Wij staan... Elkaar te behangen. Ben je aan het schrijven, liefje? Prima. Spijkers met koppen heb ik ook altijd gedaan. Ik ben toch zo blij met deze kansen. Geweldig van Pieter, hè, Omi? Ja, ja, zeker. Vind je niet dan? Nou, ik wil niet onbescheiden zijn, maar ik heb toch zelf ook wel een handje geholpen, dacht ik zo. Was het jouw idee? Weet je. Je bent een schat, oom. Ja. Liefje, wij moeten praten. Ik ben bang dat ik jou met je pijn zal moeten doen, maar je moet maar even door de zure appel heen meten. Hoezo? En je weet, ik heb het beste met jou voor. Dat zeg jij altijd als je vreselijke dingen gaat beweren. Het gaat over Tommy. Daar wil ik niks over horen. Over Tommy en Michiel. Wat is daarmee? Niets. Ik zal het wel helemaal bij het verkeerde eind hebben. Ja, ik heb ze betrapt. In het tuinhuis. Hoe bedoel je? Ze stonden heel dicht bij elkaar. Is nogal logisch, hè? Ze zijn samen aan het behangen.
Er is iets tussen die twee. Houd toch op, Omi. Dat weet ik toch al lang. Tommy heeft een paar maanden geleden bij Michiel geslapen. Nou, en? Dat bedoel ik niet. Ik denk dat er genegenheid is tussen die twee. En dat is heel natuurlijk, gezien het feit dat ze alle twee van hetzelfde slag zijn. En met zo'n man wil jij nu samen wonen? Ik zit echt onder de lijn. Ja, ik ook. Maar we hebben er wel wat moois van gemaakt, hè? Het ziet er echt hartstikke goed uit. Dank je. Hé, hey, klaar. Wat vind je ervan? Waarvan? Nou, van het behang natuurlijk. Oh, nou, ik ga maar gauw binnen douchen, hè? Vind je het wel mooi? Jawel. Wat is er? Voel jij genegenheid voor Michiel? Wat is dat voor vraag? Genegenheid? Ja, ik denk het wel. Hij is een fantastisch mens. Fantastischer dan ik. Dat is toch niet met elkaar te vergelijken? Michiel is een man. Ja, dat bedoel ik dus. Jij bent toch niet jaloers op Michiel, hè? Klaartje, dat zou echt belachelijk zijn. Nou, jullie zijn allebei... En dan hier, zo'n beetje in je onderbroek. Hou nou toch op, dit kan niet, Klaar. Ja, zo kunnen we beter niet gaan samenwonen. Oh, wil je nou opeens niet meer? Ja, daar gaat het toch niet om? Ik wil niet dat je me claimt. Nee, laat jij je maar lekker claimen door meneer Michiel Bruining, hè? Je denkt toch niet dat ik gek ben? Ja, loop nou niet weg. Oh, vrouwen. Is dat behang zo duur? Ja, nou ja, ik heb wat extra gekocht. Oh. Vanwege de break, zou ik maar zeggen. Hè, maar het zit er prachtig op, hoor. Nou, mooi zo. En we doen het voor Klaartje. En hoe gaat het met jullie? Hè? Ik bedoel, die samenwerking, jij en Tommy? Ja, heel goed. Ja. We hebben gewoon wat met elkaar. Ja. Ja, raar eigenlijk. Af en toe dacht ik, het is net of we samen... Ja? Nou ja, samen. Maar ja, een vriendenstel dat de kamer behangt. Je weet wel. Ja, sorry, ik moet niet zo sentimenteel doen. Sorry. Er heet dat niks, begrijp ik toch volkomen. Ja? Ja. Zal ik dan morgen maar verf gaan halen, hè? Goed, doe dat. En moet je geld hebben? Nee, ik schiet wel even voor. Oh. Oh. Ja, ik moet weg. Want ik ga nu nog wel even langs de verfwinkel, hè? Dag, Frederik. Dag, Klaartje. Ja, had gelijk. Tuurlijk had ik gelijk. Waarmee? Tommy en Michiel. Wat is daarmee? Ze hebben wat. Zoiets zei Michiel ook al. Nou, ik denk niet dat ik zo nog wil samenwonen. Op wat heb ik toch een verstandige kleindochter. Woon hier. Omi, wat moet ik nou? Jij moet heel rustig blijven. En laat Tommy en Michiel samen nou maar dat tuinhuis mooi opknappen. En dan komt alles op zijn pootjes terecht. Dan ben jij toch lief. Nou ja. Dit wordt geweldig. Tommy, mijn complimenten. Nou... Ik denk dat Klaartje het niet zo mooi vindt. Nou ja, zwangere vrouwen zijn zo onvoorspelbaar. Daar moet jij nog een beetje aan wennen. Klaartje en ik gaan niet samenwonen. Wanneer? Klaartje denkt dat Michiel en ik iets met elkaar hebben. Een belachelijk idee. Komt ze daar nog mee? Wat ik vind. Ze is gewoon jaloers. Nou, dan is het toch veel beter dat jullie niet gaan hokken. Dat vind jij toch ook? Ja, maar het is toch ook mijn kind? Natuurlijk. En dat kindje moet een heel mooi plekje hebben, toch? Ja. Dus jij gaat door met de verbouwing. Dat weet ik niet, onder deze omstandigheden. Nou ja, het is toch voor jouw kindje? Ja. Mooi. Niet hokken, wel verbouwen. Laten we daar maar op houden. Wil jij eigenlijk wel thee? Voor deze keer. Thuis begin ik de dag altijd met koffie. Oh, maar ik wil ook wel koffie voor je maken, hoor. Hoeft echt niet. Nee. Ja. Is dat nou wat we bedoelen met deze keer pak ik het heel, heel rustig aan? Moeder. Goedemorgen. Goedemorgen, Pieter. Lekker geslapen.
Daar laat ik mij niet over uit. Jou hoef ik zeker ook niet te vragen of je lekker geslapen hebt. Ik heb de hele nacht ruzie liggen maken met Tommy. Wat, heeft hij hier geslapen? Nee, in mijn dromen. Oh, dat is goed. Hij wil vast niks meer met me te maken hebben. Hebben jullie ruzie? Wel, nee. Ze hebben als twee verstandige jonge mensen besloten om niet te gaan hokken. Oh? Nou, wie niet? Goedemorgen. Tommy? Ik ben in het tuinhuis. Er valt nog een heleboel te doen. Nou, ja, ik snap er helemaal niks meer van. Niet hokken. Maar wel verbouwen. En alles blijft bij het oude. Ik blijf in mijn kamer. Klaartje gaat naar het tuinhuis. En van de kamer van Klaartje maken we een gezellige logeerkamer voor Pieter. Grapje.